Tatjana Liefhebber, beter bekend als tijgertje uit het realityprogramma OO Tirol is vrijdag veroordeeld tot een maand zelfstraf. De 30-jarige TV-persoonlijkheid uit Den Haag moest voor de rechter komen wegens winkeldiefstal en vernieling. De Haagse liep eind februari schaars gekleed en op blote voeten over straat en over een auto. Meldt RTL Boulevard. Ook trok zijn ruitenwisser van de auto en prikte ze met een sleutel in het dak. Liefhebber moest ook voor het stelen van flessen, frisdrank en energiedrank voor de rechter verschijnen. Eerder deze maand eiste die een maandcel en een schadevergoeding van 2000 euro voor de vernielingen aan de auto. En nu concludeert hij dat Tijgertje kennelijk in de war was. De Haagse verklaart dat ze een psychose had en ze komt volgens RTL terecht in een opvang voor verwarde mensen. Liefhebber was niet aanwezig in de rechtszaal omdat zal een paar dagen onvindbaar zo zijn. Ook haar advocaat wilde niet vertellen waar ze nu is. Vaker in de fout het is niet de eerste keer dat tijgertje is opgepakt. Zo sloeg ze eerder onder meer haar slag in Naaldwijk, Telft en leidschendam. Ook werd ze verschillende keren nagehouden voor rijden zonder rijbewijs. De Haagse was vanwege haar vele aanrakingen met justitie niet meer welkom bij het vervolg op oo